Vos, Isa Sutman, Jill Vogelpoel, Noah van der Velde, Merle van Nistelrooy, Demi Nieuwekamp, Kim van Laar en Lizzie van Schijndel. Ik heb wel iets. Daar komt in de hand op de schut. De vraag van vandaag natuurlijk, wat zou er zijn dan iemand waarschijnlijk nog stoppen dit seizoen of is dat niet meer mogelijk? Op dit moment lijkt me het niet mogelijk, hoewel ik daar toch wel een aantal dames heel goed mee zie komen hoor. Ik zie daar namelijk Merle van Nistelrooy heel erg goed met die tweede positie zitten waar Van Laar is derde positie ingenomen. En mooie sprong daar van Schijndel, dat doet ze goed. En kijk eens naar Nieuwekamp die daar met de sprong daar toch die derde positie in handen gaat nemen. Oeh, een heel vervelende valpartij door van Nieuwekamp. Hopelijk gaat dat goed en dan heeft ze daar pech naar die mooie sprong, gaat het daar even fout voor haar. Hopen dat het in orde komt, maar het is van Schijndel die hier nog steeds vooraan gaat. Van Schijndel is het sterkste, van Schijndel wint hier in Schijndel deze BZC en neemt de eerste plek in handen mee naar de Woepers.